It's all I wanna do. Yo, Chester, en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal, Chester. Vandaag spelen we weer Call of Duty Black Ops 2 met het potje TDM op de map Aquarium natuurlijk. En we gaan spelen met de M8A7 en met de specialist, namelijk de Sight, oftewel de Reaper. Want we gaan echt niet normaal lekker gewoon. Ik heb echt B-spotjes al neergezet. Dus we gaan gewoon eventjes team damage spelen. Kijken of we hier ook weer een B-spotje in gaan neerzetten. Deze week is er aardig wat TDM online gekomen. Maar natuurlijk, zoals je weet, upload ik in het weekend 3 video's per dag. Vandaar dat ik nu even TDM speel. En vanaf volgende week is er weer Domination en alles online. Maar als we even in kunnen spannen, zou ik dat mooi vinden. Ja, let's go. Met de M8A7 natuurlijk mijn favoriete wapen op dit moment. Lekkere teams weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tegen 4. Teams slaan echt helemaal nergens op dit moment. Het moet echt gepatcht worden. Maar ja, waarschijnlijk is het wel gepatcht als jullie deze video zien. Want er zit natuurlijk een beetje tijdverschil in. Ik speel met de M87 met de Elo, High Caliber en Stok. En met de Skies UAV, Vraid en de Raps. Oh, hij gaat niet dood. Ja, ren maar weg. Even kijken waar hij heen is gerend. Dat komt weer aan. Let's go, kill nummer 1. Oh, daar is kill nummer 2. Let op. Kom maar, ga maar door. Ja, yeah, mensen zijn zo voorspelbaar in Call of Duty, jongen. Holy shit. Maar we spelen er tegen 4 mensen en in ons potje zitten er 8. Dus het is echt niet eerlijk verdeeld gewoon. Maar daar komt er ook nog één. Even opwachten. Ik weet niet waar die uitkomt. Daar dus. Let's go. 4 kills al binnen. Hopelijk kunnen we nog even wat meer maken. Maar ja. Beetje raar dat er 8 man in ons team zit. Holy shit. We hebben dat overleefd. Die UAV is binnen in ieder geval. Ik kan er even in. Zit hier 1 links van me. Ja, dit was al heel erg weak, jongen. Dus daar kon je niks aan doen. Daar kon hij niks aan doen in ieder geval. Maar ja. Wij gaan dood lekker. Daar kunnen wij wel wat aan doen. Dat wij dood lekker. Oh, ik wou knife, maar dat werkt niet in dit kelder. Ik heb jeuk aan mijn lip. Maar, 7 om 1. Dat is een lekker begin natuurlijk. Vooral een TDM. Maar we moeten wel even dit vast blijven houden. Want dan kunnen we lekker blijven gaan. Wow, jij moet niet campen, jongen. Want ik schiet gewoon... Oh! Jij moet ook niet campen. Ik schiet gewoon een kogel van een M8 door je hoofd heen. Maar nu heb ik natuurlijk mijn sight. En daar, als je die tegenkomt, moet ik niet doodgaan gelijk. Dan, ik weet niet veel gunfights, maar ja, ik moet even weten waar de enemies zijn. Let's go. That's how we do that. Ik heb stunt. Kom op, jongens, hierheen. Oh. Even kijken. Enemies. Oké, je zit nou wel tegen een hele volle lobby enemies. Kom maar. Zijn de honden wat doen, maar ja. Goed zo, enemy. Die heb je erbij. Oh, zit er gewoon naast me. Oké, als hij al de hele tijd allemaal aan het schieten is, dan is hij echt noob. Oké, hij dacht dus dat ik dood was. Totdat ik mijn UAV inroepte. GG, Chesto. GG. Hier kan je weer naar binnen, dus dat weet ook niet iedereen. Lekker teammates. We own deze enemy zo een beetje, jongens. Dat vind ik zielig. Heeft hij mij daar gezien of niet? Oh, kak! Mijn team is ontachter me, dus kon hij naar achter. Nou, dat kan ook gebeuren. Nou, we gaan gewoon echt lekker, jongens. Ik weet niet wat het is, maar ik kan gewoon niet negatief gaan in dit spel. Omdat gewoon... Hoe zeg je dat? Het begin van de kot ging nog niet al te best, maar wow, yo, nu jongen. I'm unstoppable. Nou, dat ook weer niet. Ik word gewoon gekilled, maar... Wow, ik schoot op zijn voeten, dan ga je ook niet snel dood. Nee, hè. Dat is mijn eigen domme kutfout dit. Fuck! Holy shit. Oh, hij heeft al die fucking crossbow. Oh, en er komt één in mijn rug. Jammer. We gaan, we staan gelijk, jongens. Dat is niet de bedoeling. Ik wil wel winnen.
Ik wil wel even dit potje winnen. Let's go, mooie wallbang. Hipfire. Spawn trap, maar ik maakte geen kills, maar mijn teammates maakten hem. GG teammate, komt er daar in aan? Of niet? Zit hier aan de buitenkant van de map 1. Ai, teammate heeft hem nog wel. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. We gaan niet zo chill als andere potjes, want deze map is daar iets te groot voor, vind ik. Ik vind dit niet echt een fijne map. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Oh, hij had die Tempest. Nou, niet meer. Ik heb weer mijn site, dus ik roep er ook gelijk in. Let's go, 1. Ik kan hier zo makkelijk een killtje mee halen met dit ding, jongen. Echt, dit is niet normaal. Je loopt gewoon die spawn in. Oh, en je knalt gewoon, wou ik zeggen. We hebben gewoon een fury kill. GG, holy shit. Dat bedoel ik dus. Je loopt gewoon die spawn in. En je killt ze. Zo simpel is het. Moet je wel even een beetje goede aim hebben, maar... Zo moeilijk is het niet met een wapen waar je 200 kogels in hebt. Vandaar dat ik hem altijd gebruik. Komt hierheen. Nice! Ik ben geoutgunned. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Hij staat daar nog, hij staat er nog. Draai om. Oh, you're kidding me. Ah, en dan. What the fuck, man. Ik zei nog draai om en hij kill me ook nog. Of zij. Ik weet niet wat het is. Oké, hier hebben we geluk. Want hij had nog één kogel moeten raken en ik was gewoon dood. Weer hij. Dus hij moet even zijn aim testen. Oh, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik ben aan het wallrunnen. Maar, potje er alweer op. 27-11 is onze eindscore. Gewoon best wel relaxed natuurlijk als je vergelijkt met mijn teammates. Want mijn teammates gaan niet altijd goed. En ja, kan gebeuren als je natuurlijk nieuw bent in deze Call of Duty. Ja, je moet hem even strak ingedrukt houden. Want dan heb je pas echt een goede sparrow kill. Jongens, bedankt voor het kijken in deze video. Vergeet even geen blauw duimpje achter te laten. Dat helpt natuurlijk enorm. En hoop jullie te zien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Laters.